Paul Zijlstra is in zijn hele politieke loopbaan iemand van het landsbelang boven partijbelang of persoonlijk belang. Ik snap de afweging die hij vanmorgen gemaakt heeft. Ik vond dat hij een indrukwekkende verklaring zojuist in de Kamer heeft afgelegd. Hij is natuurlijk kort minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij heeft dat, hoewel sommigen daar niet al te hoge verwachtingen van hadden, denk ik, ook in de analyses van jullie als journalisten, echt boven verwachting goed gedaan. Het leek ook een paar prachtige jaren voor de boeg te hebben als een vertegenwoordiger van Nederland, als een vertegenwoordiger van het Nederland in het buitenland. Daarnaast is hij natuurlijk ook in de VVD, 5 jaar nu fractievoorzitter geweest tot oktober dit jaar. Een van de architecten, misschien wel dé architect van dit kabinet, maar zeker een van de belangrijke architecten van dit kabinet. Die onvermoeid heeft gewerkt om dit kabinet tot stand te brengen, 7 maanden lang. En iedere dag weer en weer en weer op een fantastische manier. Maar daarvoor ook die fractie op een fantastische manier heeft geleid. Maar het is ook iemand waar ik zelf persoonlijk heel veel emotie bij voel. Heel veel vriendschap voor voel. Daarom dat ik het er persoonlijk ook heel moeilijk mee heb. Wat gaat u het meeste missen aan Zijlstra? De stugge warmte. De stugge warmte en dat kapsel, ja, alles. Het is gewoon een geweldige vent. Ja, ik word hier emotioneel over, dus we stoppen nu. We zien elkaar na afloop. Kan de deur open? Ja.